Hallo en welkom iedereen terug in een nieuwe video die niet als een soort van audio opgenomen werd. Omdat ik mij wil focussen op de boodschap en niet zozeer op de beelden. In deze video wil ik het met jullie hebben over manifesteren en meer nog eigenlijk over geld. Omdat ik gemerkt heb bij klanten en bij mezelf en ook gewoon in het algemeen in de wereld, dat het hebben van veel geld of niet, met andere woorden, het zijn of het ervaren van een rijk leven of een arm leven, totaal niet in evenwicht is met de mate waarin je geluk kan ervaren. Met andere woorden, het is niet zo omdat je biljoenen op jouw rekeningen en verschillende huizen hebt en met de chicste, duurste auto's rijdt, dat je daarom oprecht geluk ervaart. Of omgekeerd, dat wanneer dat je elke dag moet kijken van waar dat geld vandaan gekomen is, dat je niet zeker weet of dat je wel geld zal vinden om eten te kopen, dat je daarom een miserabel leven leidt. Nee. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden, zelfs op internet, op YouTube, op sociale media, van het tegendeel van hele superrijke mensen, waar dat jij en ik ons niet kunnen voorstellen wat dat betekent om over heel veel geld en materiële middelen succes te ervaren of te beschikken, die zich miserabel en ellendig voelen. En omgekeerd, er zijn heel veel voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld onder de metro's of in de riolen rond of gerelateerd aan de metro van New York wonen en die zich super gelukkig voelen. En ja, natuurlijk zullen die mensen willen die ook wel een comfortabel huis hebben en willen die ook wel een douche hebben en wat dan ook met warm water. Maar daar gaat het niet over. Het is veel belangrijker om te begrijpen dat de mate waarin dat je vrede ervaart, de mate waarin dat je geluk ervaart, heeft niets te maken met hoe dat de buitenwereld erom, of jouw realiteit, eigenlijk moet ik het zo noemen, jouw realiteit eruit ziet. Je kan gescheiden zijn en een fantastische job hebben en super gelukkig zijn. Maar je kan in een huwelijk zitten en zelfstandig zijn, zeg maar. En om een diversiteit, een tegenovergestelde te vinden. En jou echt uitgeput, opgebrand en wat dan ook te gaan voelen. En dus manifesteren, of met andere woorden, de verlangens die je diep van binnen voelt, in de realiteit brengen. En jezelf dus gaan realiseren, want dat is wat er gebeurt. Je hebt een visie, je hebt een bepaald beeld, een gevoel dat je zou willen ervaren. Dat is energie. En manifesteren is eigenlijk niets minder dan die energie die er is, om die te gaan, eigenlijk een stuk, als je het gewoon metafysisch bekijkt, gewoon trager gaan laten trillen. Zodanig dat het zich kan gaan tonen in jouw realiteit, in de 3D-wereld. Maar alles begint dus vanuit die hogere energie. Het begint vanuit energie. Alles is energie. Dus alles wat jij zou willen, of dat nu zoals mij een Porsche Cayenne is, met heel veel huizen, wonen in het buitenland, een fantastisch gezin, heel veel reizen, een kok die elke dag lekker eten voor je klaarmaakt. Wat dat ook maar allemaal is dat je wenst. Alles is er al. Of het nu die volgende klant is, of het nu die volgende partner is, of het nu die beste vriend of vriendin is, of een nieuwe hobby. Alles is er al. Jij weet perfect wat dat jouw ziel eigenlijk wenst te verlangen. Wat dat jouw ziel wenst te gaan manifesteren. Maar ja, Lensie, hoe weet ik dat dat wat dat is? Wel, heel eenvoudig. Door die dingen te doen, die keuzes te maken die jou goed laten voelen. En ja, inderdaad, soms gaan er momenten zijn waarop je stress gaat ervaren. Maar vaak is die stress dan heel gemakkelijk te onderscheiden. Is het van, oké, ik stap hier buiten mijn comfortzone, doe iets waar ik eigenlijk niet weet wat dat me gaat brengen en dat geeft mij wat onzekerheid, dan moet je gewoon door blijven gaan.
Maar is omdat stress is, omdat echt iets is die niet goed voor jou is, maar dan ga je ook merken dat het niet zozeer stress is, maar dat het eerder een laag trillende emotie is, dan is het inderdaad iets dat je mag loslaten. Of iets dat je iets anders kan doen. Niet zozeer dat je het doel of je verlangen moet loslaten, maar dat de manier waarop je het wenst te bereiken, vaak vanuit controle, vaak vanuit weerstand, omdat je de weg vooruit niet helemaal ziet. Om dat te gaan veranderen, om dat anders te gaan bekijken, om daar anders te over gaan denken. En dat is ook een van de redenen waarom je mij vaak gaat horen zeggen of zien schrijven op mijn website of op mijn blogs of in post. Verander onmogelijkheden naar mogelijkheden en verander die mogelijkheden dan naar onvermijdelijkheden. Met andere woorden, alle dingen waar je nu op dit moment van zegt van Lindsay, ik zie echt de weg vooruit niet, ik weet niet hoe dat ik moet gaan beginnen, ik weet wat dat allemaal is dat ik niet meer wil, maar hoe kan ik dat dan gaan veranderen? Wel, het eerste is om eerst daar natuurlijk bewust van te zijn, want dat helpt jou wensen veel duidelijker te gaan stellen. Dat helpt om helderheid te krijgen over wat het dan eigenlijk is dat je echt wilt. En van zodra dat je dat wilt, dus dat je, ik ga het anders formuleren, zodra dat je hetgeen wat je niet meer wilt, kan herformuleren zodanig dat het voor jou duidelijk is wat je wel wilt, dus in een positieve manier, dan ben je aan het kijken naar de mogelijkheden. Maar ook daar, let op dat je zelf niet vastzet en zegt van ik zou een biljoenen, maar ja, dat lukt niet, dus ja, ik ga maar gewoon voor 100.000. Nee, ga voor het hoogst mogelijke. En dat maakt niet uit of je het in ene keer gaat halen of niet, maar zet jezelf niet vast. Ik heb mezelf vaak erop betrapt dat ik bepaalde processen, of zeker van manifestaties, eigenlijk moeilijker heb gemaakt voor mezelf, omdat ik het zelf niet kon voorstellen dat het veel eenvoudiger ging. Het moment dat ik door onder andere het pad van samen met mijn tweelingvlam te lopen, leerde om nog veel meer in die overgave te stappen, of nog veel meer te gaan vertrouwen op mijn buikgevoel, op mijn intuïtie, op de leiding van mijn team, hoe vaker dat ik zag dat er mogelijkheden zijn die ik zelf niet had kunnen bedenken. En dat is heel logisch, want we zijn ook maar beperkt in ons referentiekader. Onze mind, ons ego is beperkt. Want ons ego gaat er gewoon vanuit van dingen dat we kennen. Dingen dat we gezien hebben bij onszelf, dat we zelf ervaren hebben. Of bij vrienden, familie, kennissen. Of soms iets ruimer in jouw community, in jouw gemeenschap. Maar er zijn zoveel oneindig veel mogelijkheden dat net omdat we het nog nooit gezien hebben, dus net omdat we er nog nooit geen tastbaar bewijs van gehad hebben, dat we het gewoon niet toelaten. Maar wat als jij nu de eerste persoon bent om dat te gaan ervaren? Ja, dan zet jij jezelf vast door net die mogelijkheid uit te sluiten. En dat is het moment dat je dan de onmogelijkheden in je eigen leven hebt veranderd naar mogelijkheden. Dan kom je eigenlijk op het derde belangrijke punt, of fase zou ik bijna noemen, in het realisatieproces, in het manifestatieproces, waarbij dat je er eigenlijk vanuit gaat gaan van, oké, ik zet mijn intentie, en ik ga er gewoon vanuit dat het zo is, en ik kan niet anders dan dat dat ooit mijn realiteit is. Dus tegelijkertijd zet je jezelf ook niet vast van, dat zal een 10-jaren-plan zijn, of dat zal maar pas volgend jaar zijn. Nee, laat het gewoon stromen, laat het komen. Want door er net een tijd op te zetten, zet je jezelf er vast. Als je zegt tegen iemand, een ander voorbeeld. Als je zegt van, ik wil ten vroegste tegen volgend jaar dat gaan bereiken, bijvoorbeeld een nieuw huis bereiken, maar door omstandigheden komt er vroeger jouw droomhuis beschikbaar, dan door net dat te zeggen van ik wil pas ten vroegste volgend jaar, dan ontloop je uiteindelijk op dat moment de kans om vroeger al in bezit te zijn of eigenlijk vroeger al die wensvervulling te gaan ervaren. En ik weet het, ik zie het, ik heb het zelf ook ervaren. We nemen veel te vaak nog controle ook over die manifestaties, omdat we
het veel te overweldigend vinden, want geloof mij, eens dat je in die overgave gaat en eens dat je op een moeiteloze manier leert manifesteren, dan verschuiven bepaalde zaken supersnel. Soms zo snel dat het overweldigend kan zijn, maar ook hier, wanneer dat je overweldigend voelt, dan is het omdat je probeert nog die controle te houden. Laat het gewoon meestromen. Laat het net zoals de zee, de eb en vloed. De zee controleert dat ook niet. Dat gaat gewoon allemaal van nature uit. Dus leer comfortabel en vrede te vinden in het snelle tempo waarop dat sommige zaken verschuiven in jouw leven. Leer comfort vinden in het loslaten van plaatsen, situaties, gedragingen, gedachten, wat dan ook. Omdat het altijd, als je hoe bewuster je ervan bent en hoe hoger energie je bent, omdat het altijd ruimte maakt voor iets beters. Maar zolang je die ruimte van dat beter, die we eigenlijk onderweg is naar jou, of zitten wachten op jou, die in de wachtkamer zit, zolang je die ruimte vast en volpropt met allerlei oude dingen, omdat het, ja, je hebt toch tenminste dat, en ik noem dat het goed genoeg, ik zou bijna zeggen het goed genoeg syndroom, dan, ja, dan ga je nooit het hoogst mogelijke, fantastische, meest magische ervaren. Omdat je altijd zegt in het universum van, oké, ik ben tevreden met goed genoeg. Je hoeft mij niet meer te brengen, want ik ben tevreden met goed genoeg. Nee. Het eerste punt naar een welvaardig, een overvloedig, een rijk leven, wat dat trouwens voor iedereen anders eruit ziet, en dat is oké, dat is om te stoppen met te kiezen voor goed genoeg. Of het nu gaat om relaties, romantische en vriendschappelijke. Of dat het gaat over kapotte toestellen die je toch nog probeert te gebruiken. Ik heb het heel lang gedaan vanuit onwetendheid, eigenlijk met mijn droogkast. Van zodra ik die gekocht had, denk 6 jaar terug, had die een of ander foutje. Maar op zich werkte die wel al. Maar ik moest wel iedere keer, wanneer het in foutmelding ging, afleggen en weer aanleggen. Dus het vroeg meer energie van mij dan wat dat een goed werkende droogkast zou brengen aan comfort. Nu, op dat moment heb ik, het moment dat ik me daar bewust van ben, heb ik mijn droogkast van de hand gedaan. En ik heb mij met dat geld dat ik daarover had, heb ik mij iets leuks gekocht. Heb ik mij ook een boeket bloemen gekocht, zodat ik mijn woning weer eventjes kon opkleuren. En ook omdat dat mij het gevoel van luxe, van welvaart, van vrede, van plezier geeft. En op dit moment heb ik zelfs geen droogkast. Ik heb mij gewoon een tweede wasrek gekocht en dat werkt prima. Dus kijk eens waar dat jij in jouw leven eigenlijk gewoon settelt. En genoegen neemt met minder dan dat je eigenlijk verdient. Het is ook zoals je kan zien op de video. Je hebt de kracht om je eigen vrede te gaan beschermen. Maar ook om je eigen vrede te gaan invullen. Om je eigen vrede en geluk te gaan sturen. Manifesteren op een moeiteloze manier. Dat kan wanneer je leert alle elementen te beheersen. En dus aangezien dat het over energie gaat. Gaat het over alle elementen die jou jou maken. Dus niet alleen over jouw energie, maar denk dan ook aan je emoties, waar dat ook energie is, en jouw gedachten, waar dat ook energie is, maar ook je fysieke lichaam is eigenlijk ook energie. Maar waarom is het tastbaar? Omdat de energie die aan de kern van jouw cellen, van jouw cellen van je lichaam liggen, iets trager gaan trillen, waardoor dat ze zichtbaar worden. Dus leer net zoals een magier gaan creëren vanuit niets. Wat ik wil zeggen, maar niets vanuit energie. Zoals je dat wellicht al gehoord hebt, die metaal omzet in goud. En zo kan jij ook leren om alle elementen samen te brengen tot één geheel. En dat betekent dus dat je eenheid gaat aanbrengen tussen die verschillende elementen. Tussen je energie, je gedachten en je emoties. Om het uiteindelijk dan een verandering te gaan creëren in je fysieke wereld. En dat is het punt waarop je gaat merken dat je echt daadwerkelijk controle hebt. Maar niet controle vanuit angst, vanuit tekort, vanuit de laag trillende energie. Nee. Controle vanuit de meesterschap. Controle omdat je weet hoe dat proces aan elkaar zit. Dat je weet wanneer je niets moet doen en dat je weet wanneer je actie moet doen. Dat je weet waar dat die balans en die eenheid ligt tussen je mannelijke energie en je vrouwelijke energie. Dat je alle stukken in je mannelijke en vrouwelijke energie hebt geheeld wat dat nodig is. En dat principe van al die elementen, dat zie je terug in tarotkaarten.
Dat zie je terug in de chakras. Dat zie je terug in feng shui. Dat zie je terug in alles wat dat gewoon in jouw leven en je realiteit aanwezig is. Dus dat betekent ook dat je uiteindelijk alles ook kan besturen. Denk maar aan hoe dat je wilt dat iets verloopt op je werk. Denk maar dat je moet ergens naartoe en je bent wel aan de late kant en je wilt zeker niet te laat komen. Dat zijn allemaal dingen van hoe ga je daarover gaan denken? Wat denk je dan mogelijk is? En van zodra je dat helder hebt, door natuurlijk uit te sluiten wat je niet meer wilt, dan ga je er zo hard in vertrouwen en gewoon ook weten dat er niets anders mogelijk is dan dat die realiteit op je pad komt. Wanneer? Dat kan binnen een minuut zijn, dat kan volgend uur zijn, dat kan in de loop van de dag zijn, dat kan morgen zijn, dat kan volgende week of volgende maand zijn. Afhankelijk van hoe snel dat jij verschuift in de staat van ontvangst. En ontvangen wil zeggen in die feminine energie, in de vrouwelijke energie, overgave, loslaten, vertrouwen, zijn. Dit en zoveel meer zijn dingen die ik leer in de online training Manifesteer met de Elementen. Waarin dat ik uitleg en jullie leer over wat dat manifesteren is. Wat is uw manifestatiekracht? Wat is manifesteren vanuit flow? Dus mijn mannelijke en vrouwelijke energie. Maar ook, wat is manifesteren vanuit liefde? Op welke manier kun je eigen seksuele energie gebruiken? Niet alleen als een tool voor ascensie, maar ook als een manifestatietool. Ik leer en bespreek ook de andere elementen. Hè, wat je misschien in eerste instantie gaat aan denken als ik spreek over elementen. Zijn de lucht, water, aarde, vuur, maar ook kristal. Dus je geest, je ziel. En leer ook op welke manier je meesterschap kan krijgen over al die elementen. Want al die elementen, lucht, water, aarde, vuur en kristal, zijn ook in jou als persoon aanwezig. En dan is er ook stukjes die... waar ik jou ga leren helpen om te manifesteren in het dagelijks leven. Want je bent nooit niet aan het manifesteren. Dus let op dat je niet denkt van... Ja, maar ik ben nu niet bezig met iets bewust met iets te manifesteren. Ja, je bent niet bezig met iets bewust te manifesteren. Maar van zodra je wakker wordt, zal het eigenlijk als we slapen. Maar van zodra je wakker wordt, ben je alweer bezig met gedachten in je tijdslijn te sturen. In je toekomst te sturen. En geloof mij of niet, maar ooit kom je die gedachten weer tegen in de vorm van een realisatie van een fysieke situatie, persoon of wat dan ook. Dus als je nog niet de training gevolgd hebt, manifesteer met elementen en je wilt echt wel weten wat dat er allemaal is, wat manifestatie allemaal over gaat, hoe je dat kan gaan doen. En let op, het is geen cursus van de wet van aantrekkingskracht. Dat zit er natuurlijk wel in. Een heel klein stukje, ik denk ongeveer 5 bladzijden pagina's die over de universele wetten gaat. Maar deze training gaat zoveel verder. Ik leer jullie ook al een stuk waarin dat je de superkrachtige tool van universele vlammen kan gaan gebruiken voor je eigen healing. Hoe dat je blokkades kan gaan transmuteren met betrekking tot overvloed liever. Zodanig dat jij eigenlijk die verantwoordelijkheid volledig kan gaan nemen voor jouw leven. Want dat is mijn bedoeling. Dat is de reden waarom dat ik doe wat ik doe. Omdat ik samen met mijn tweeling ook natuurlijk een hele krachtige missie heb om positieve invloed hier op de wereld teweeg te brengen. Om die nieuwe aarde, waar dat er al zoveel over gesproken is, om die te helpen mee gaan manifesteren. Maar wij kunnen dat niet doen op onszelf. Gewoon, ik en mijn twin, dat gaat niet. Dus... verandering gaat altijd van binnen naar buiten. Dus als jij ook geroepen bent om mee samen die nieuwe aarde te gaan creëren, begin dan bij jezelf. Neem kracht, neem verantwoordelijkheid over je eigen leven. Je hebt die kracht. Je hebt die kracht om je eigen leven te gaan beschermen, maar ook om je eigen leven te gaan creëren, om te gaan manifesteren. Dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, kijk in de link in de box hieronder. In de beschrijvingsbox, daar ga je een link terugvinden naar de training. Die is onmiddellijk beschikbaar na aankoop. Er zijn ook termijnbetalingsmogelijkheden voor degenen die dat wensen. Er is geen online begeleiding in deze training, omdat eigenlijk alles zo goed als uitgelegd is. Wil je toch nog dingen of wil je zaken bespreken over de persoonlijke leven of stukken waar je tegen aanloopt en het zelf niet ziet? Dan is het beste dat je mij via de website een
mailtje stuurt en dan kijken we wat dat Rio op dit moment het beste is. Op welke manier dat ik jou op dit manier. Het lukt me niet goed. Op welke manier dat ik jou op dit moment van dienst kan zijn. Dat was wat ik wou zeggen. Zo, dat was voor vandaag. Ik ga denk ik binnenkort nog regelmatig van dergelijke video's opnemen. Ik vind het leuk om dit te doen. En dan zet jezelf maar iets op. Heb je wat thema waarin je meer wil over weten? Een gechannelde boodschap van mijn Arcturische familie of een andere lichtfamilie, het maakt niet uit. Of een engel of wat dan ook. Een thema of een probleem met bijvoorbeeld jouw tweelingvlam. Dan mag je mij dat ook altijd sturen of onder een van de video's plaatsen. Heb je bijvoorbeeld een vraag voor een Divine Masculine? Dan mag dat ook gesteld worden. Dan leg ik die voor aan mijn tweelingvlam en dan maak ik daar ook met zijn antwoord een video op. Dus dat kan allemaal. Zo, dat was voor deze video. Ik wens jullie alvast een heel fantastisch week nog. En ik vind het super fijn om jullie allemaal te leren kennen. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, zet gerust een post onder of deel deze video met iemand anders. Hoe meer mensen dat we bereiken, hoe beter. Zo, dat was voor deze video en ik zie jullie in later. Dag!